Het ministerie van AWJ gaat via de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, SAO, landelijk diverse trainingen verzorgen. Met het ministerie van Financiën en Planning is hiervoor een bedrag van 50 miljoen SRD vrijgemaakt. Bij de districtsbesturen zal een inventarisatie worden gemaakt van de trainingsbehoeften van jongeren en volwassenen. Dit liet minister Stephen McAndrew afgelopen zaterdag weten bij de opening van de training Textiele Werkvormen in Mungo. Deze training is al in andere districten succesvol afgerond. De jeugdrechtszaal van doorgangscentrum Opa Doelie heeft nu een televisietoestel waarmee verhoren kunnen worden getoond. De verhoorstudio van Opa Doelie is in november 2018 in samenwerking met UNICEF heropen. Jonge slachtoffers konden vanaf toen onder kindvriendelijke omstandigheden worden verhoord. Echter ontbrak het in de rechtszaal van Opa Doelie aan equipment om deze verhoren te tonen. Met de ondersteuning van UNICEF werd begin deze maand een televisietoestel voor de jeugdrechtszaal geïnstalleerd. Het toestel zal ervoor helpen zorgen dat de stress en de last van de procedure voor minderjarige getuigen, slachtoffers, wordt verminderd en getuigenissen ook naar behoren kunnen worden getoetst als hoofdbewijs.